Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Werkt het of niet? Het programma waarin John Swaap van Promos Magazine en Martin de Winter van Hokerij Lodelijn de nieuwste promotionele artikelen testen en kijken wat zij daarvan vinden. Werkt het of niet? En we zijn natuurlijk heel nieuwsgierig wat er deze keer in de uitzending zit. Ik ben benieuwd of John er al is. Ja, ik ben er al. Ik hoor wat kraken, dus het zou zomaar kunnen zijn dat hij daar net aan komt lopen. En jij wel. Dag Martin. Hi jongen. Hey. Wat heb je op kunnen duiken? Nou, ik heb deze keer, en ik vind het zelf een heel leuk product, omdat horloges natuurlijk een beetje saai zijn. En hier hebben ze het gewoon gemaakt, dat ze een horloge hebben. En ze hebben het in heren- en vrouwenmodel. Ik heb nu het vrouwenmodel, meegenomen. Dan, kijk hier, wit, dat kan je zeggen, nou, dat is een neutrale kleur. Maar het Nederlands elftal speelt. En dan denk je, nou, veel. Buitengewone kwaliteit, dat zien we natuurlijk ook gelijk. Het Nederlands elftal speelt, dat denk je, is hartstikke leuk. Ja. Ik heb een oranje horloge op, om. En als het goed is, klik je dit eruit. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet geoefend heb. Nee, maar dat moet ook niet, want de klant oefent dat ook niet van tevoren. Die krijgt het en dan moet het werken. Er zit een pennetje in. Die moet je eruit trekken. Dan kan je het dan soms. Ja, je kan het je kan het er gewoon uit. Jonge techneut. Sorry. En dan, en dan kan je hem dus omzetten. Ja. En dan heb je een andere sfeer. Je hebt ze in allerlei kleuren. Dus als het roze is, kan je tijdens de de Gay Games of de Gay Parade. En het Nederlands elftal in het oranje. Of Koninginnedag, wit. Ik zou niet weten met wit. Ja, dus je kan het een beetje instellen. Ik vond het is wel een leuke variant met een standaard product. Waarom zou je eigenlijk je bandje niet eens een keer veranderen in plaats van allemaal nieuwe horloges? Hoeft dat dan niet? Ja. Nou, dat idee is natuurlijk best leuk, want je kan natuurlijk actiematig best aardig wat mee doen. Hè, op iedere, weet ik veel, op iedere shampoobus plak je zo'n ding en bestel het klokje. Nou, het is niet heel nieuw, volgens mij zagen we dat begin jaren 90 ook al dat soort acties, maar dat kan natuurlijk nog steeds werken. En ik moet zeggen, dat klokje, dat is dan nog wel weer van aardige kwaliteit. Het is RVS en het is een Japans uurwerk, nou dan zal het wel goed zijn hè. Ja. En het is verdorie ook nog wat resistent, joh. We zullen eens even kijken of dat zo is. Ik had het even benieuwd naar, even roeren hebben, duiken nog wat dieper. Nou ja, vooralsnog lijkt dat dan inderdaad wel zo te zijn. Laten we even liggen. En dan vervolgens kan je dat van bandjes wisselen. Moet je zeggen, die. Oh ja, je kan ook nog eventueel nog zeggen van, hé, we doen een blauwe kast. En oh nee. Ik vind wel een beetje, die kwaliteit is wel een beetje chabby. Maar ja goed, die bandjes zullen niet alle geld kosten. En actiematig ja, maar ik moet je zeggen, als zou je het in willen zetten van joh, die geef ik nou eens aan mijn relaties, dan vind ik het echt onder de maat. Het bandje vooral. Vooral het bandje, ja. Die klok die is goed, die doet het prima. Kan misschien een ander wijzertje of een ander bedrukkingje, dat zal allemaal zo zijn. Die is goed, maar die bandjes vind ik wel even iets cheap. Als je er een klein beetje aan trekt, dan val gelijk uit elkaar. Ja, dat wil is, ik dat mijn relaties niet geven. Terwijl het, als het echt onpack zit en je hebt 10 van die dingen liggen, dan wordt het misschien wel weer wat anders. Oftewel, half-half. Half-half. Ik zou zeggen, neem de helft dan ook mee, dan hou ik het klokje. Ik was er al bang voor. Hou nog maar één klokje. Oh ja, voor dat is dan ook wel weer handig. Dankjewel. Idee leuk, uitvoering kan iets beter. Dankjewel. Hey John. Dag, dag. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Wat staat er nou? Mijn iWatch. Nou, watch out. Ze komen eraan.